Goedenavond, welkom bij Ter Zake. De EU en Oekraïne halen de banden aan in Kiev. Het door Kiev beoogde EU-lidmaatschap is evenwel niet voor morgen. Jan Baljouw is in Oekraïne voor ons. China bespioneert de VS vanuit een luchtballon. Plagerige propaganda of zorgwekkende opmaat naar oorlog? En hoe werkt de opslag van CO2? As we do now to produce the oil or inject the water, it goes through this one way with the water and the other way with part of oil, water and gas. But in the future, we will inject the CO2 through these as well. En hoe belangrijk is die methode nu om klimaatverandering te beperken? Het is vrijdag 3 februari, dit is Ter Zake. There are no rigid timelines, but there are goals that you have to reach. Reforms, for example, to improve a situation in the candidate country, to then reach the accession negotiations and the accession itself. Geen tijdslijn in verband met een mogelijk EU-lidmaatschap van Oekraïne. Wel duidelijke doelen. Met hoog op die lijst de corruptie uitroeien. Daarover zo meteen meer. Vast staat dat het voor beide partijen een beladen en belangrijke ontmoeting was in Kiev vandaag. Voor de Europese leiders enerzijds en voor president Zelensky van Oekraïne anderzijds. Willem van Mullum. De EU will support you in every way we can. For as long as it takes, we are not intimidated and will not be intimidated by the Kremlin. Because Ukraine and the EU, we are family. The fact that we are here for the 24th summit, Ukraine, European Union, amidst the war, but we are building, discussing and developing the future of Ukraine in the European Union. That is speaking more than 1000 words. De vorige EU-Oekraïne-top was op 12 oktober 2021, ook in Kiev. Maar 1 jaar en 3 maanden later zitten we in een ander historisch tijdsgevricht, zo lijkt wel. De Europese leiders komen met grote woorden naar president Zelensky vandaag. And we in the EU, we have also made a clear decision. Your future is with us in our common European Union. Your destiny is our destiny. EU-lidmaatschap dus, al is er nog een stevig proces te doorlopen. Het was vandaag dan ook vooral schouderklopjes geven. I'm deeply impressed and I want to commend you for the preciseness, the quality and the speed at which you deliver. This is phenomenal. You are at war. No safe and independent Europe without safe and independent Ukraine. Ukraine is the EU. The EU is Ukraine. Let's make it happen. Jan Baljouw in Kiev. Ja, dat leek een ontmoeting in een warme sfeer. Bloemetjes over en weer, schouderklopjes. Maar wel in een zeer beladen en benarde context en omstandigheden. Ja, zeker, Annelies. Het is hier oorlog. Hè. Dat is al het eerste. Er is 2 keer luchtalarm geweest tijdens die top vandaag. Niet dat de Oekraïners daar veel nog om geven. Ze laten hun werk daarvoor niet vallen. En dan natuurlijk zie je ook dat die steun van de Europese Unie voor Oekraïne, zeker voor Oekraïne, op dit moment heel belangrijk is. Oekraïne zit toch een beetje in de verdrukking. Op dit moment ook de toon van president Zelensky was niet triomfantelijk. Hij zei op een bepaald moment zelfs van ja, de sfeer in sommige Oekraïnse steden is te relaxed. En dat is een gevaar, dat is een zwakheid voor, dat zou een zwakheid kunnen zijn voor Oekraïne. Hij zei dat ja, omdat die rauwe werkelijkheid van de frontlijn in sommige steden in Oekraïne toch wel ver weg was. Maar goed, het was zeker een belangrijk signaal dat die Europese en die EU-Oekraïne-top hier doorging in Kiev, de eerste keer in Kiev sinds de oorlog is begonnen op 24 februari. Ja, het valt op dat de EU daar heel aanwezig is, letterlijk en figuurlijk, als commissie, maar ook met de vertegenwoordiger van de Raad. Waarom is het ook voor Europa zo belangrijk om daar te zijn met zoveel mensen?
Ja, de Europese Unie wil duidelijk tonen dat Oekraïne bij de Europese Unie behoort. Je hebt het ook Charles Michel duidelijk laten zeggen. De EU is Oekraïne, Oekraïne is de EU, wij zijn één familie. Deze vergadering, deze twee dagen eigenlijk, want gisteren was er die uitgebreide werkvergadering tussen de commissie en de Oekraïnse regering, moest dat nog eens onderstrepen en is natuurlijk ook een signaal aan Rusland dat de voltallige EU achter Oekraïne staat en dat de samenwerking heel diep gaat. Er is hier vandaag over van alles en gisteren ook over van alles en nog wat gesproken. Niet alleen over de oorlog en niet alleen over steun van de EU aan Oekraïne. Oké, Jan, we komen zo bij jou terug. Willem, ja, als ik dit hoor, dan is dat EU-lidmaatschap voor Oekraïne, dat zal er niet snel zijn. Hè? Nee, nochtans hopen ze daar misschien zelf wel op. Op 28 februari 2022, 4 dagen na de start van de oorlog, stuurt Kiev de officiële aanvraag om EU-lid te worden. Onmiddellijk lid te worden. Op 23 juni 2022 krijgt Oekraïne officieel de status kandidaat-lid. Maar Oekraïne zit niet als enige land in die EU-wachtkamer. Ook landen als Montenegro, Servië, Albanië, Noord-Macedonië zijn maar enkele van de kandidaatleden. Het laatste land dat toetrad tot de EU was Kroatië. In 2013. Zij deden hun officiële aanvraag in 2003. Een proces van 10 jaar dus. Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Hoe treedt een land toe tot de Europese Unie? Daar zijn tal van voorwaarden aan verbonden. Die zijn bepaald in de zogenaamde criteria van Kopenhagen. Daarin zitten onder andere politieke vereisten. Zo moet een land over stabiele instellingen beschikken, de rechtsstaat respecteren en ook de mensenrechten garanderen. Het gaat ook over economie. Een kandidaat-lid moet een functionerende markteconomie hebben en bijvoorbeeld de concurrentie met andere landen kunnen voeren. En het land moet EU-wetgeving invoeren en naleven. Een hele waslijst. En dat heb je nu eenmaal niet op 1, 2, 3 beklonken en gecontroleerd. Want nu is het aan de Europese Commissie om na te gaan of een kandidaat-lid aan alle voorwaarden voldoet. Daarna moeten de andere 27 huidige EU-lidstaten meebeslissen of een kandidaat ook echt een lidstaat wordt. De Oekraïnse president wil over 2 jaar lid worden van de Europese Unie. U zult ook wel begrijpen dat dit een bijzonder ambitieuze timing is. Zelf doet Zelensky er ondertussen alles aan om te tonen dat hij kan ingrijpen en kan hervormen. Bijvoorbeeld als het gaat over de aanpak van corruptie in het land. En in die wijdverbreide corruptie heeft collega Bram van de Putten zich verdiept. Een gigantische stapel geld, ongeveer 1 miljoen euro, gevonden in het bed van de voormalige Oekraïnse onderminister van Defensie en verdiend door gesjoemel bij de aankoop van militair materieel. De beelden dateren van augustus, maar zijn nu pas gepubliceerd. En dit zijn beelden van gisteren. De politie valt binnen bij verschillende ambtenaren in Odessa op verdenking van corruptie bij de aankoop van humanitaire goederen. Tijdens het opladen en realisatie van het договор на постачання м'ясних консервів. The very fact that corruption still exists in the society which is defending itself from the full-scale genocidal war, of course, this is a kind of frustrating fact. But still, we have to realize that we have agencies, institutions that are doing their core job and activities even during the wartime. So there is a kind of a paradox, you know, that the more corruption is being reported, this is the sign that the institutions are working. But also simultaneously, this is the perception that there is much more corruption. Een paradox, perceptie of toch een diep geworteld probleem. In Oekraïne duiken er de laatste weken steeds meer corruptiezaken op. Van lokale ambtenaren tot politici in het centrum van de macht. De onderminister van Infrastructuur Lozinski, het hoofd van de presidentiële administratie Timoshenko, de onderminister van Defensie Shapovalov en nu ook oligarch Kolomoisky, een steenrijke mediamagnaat en ooit vertrouweling van president Zelensky. Problems like corruption still exist. The war hasn't changed that. We constatuen het zara samen. Так, є проблеми. Проблеми є в багатьох країнах і в тому числі багатьох країнах Європейського Союзу. I would say that these investigations into high-ranking officials, that exactly is the positive development.
Because that means that there are no untouchables anymore. And if there is the public official in the very high office and he is engaged in possible corruption, he would be also dismissed. Dat Zelensky net nu doorpakt met de strijd tegen corruptie is geen toeval. Want de miljarden aan militaire en financiële steun uit het Westen komen met een belangrijke voorwaarde. Oekraïne, tot op vandaag een van de meest corrupte landen in Europa, moet dringend hervormen. So there is a huge demand on one hand from Ukrainian society. There is a huge demand from the other hand from the international partners. And in total, you know, we have this sandwich effect where Ukrainian government is in between and Ukrainian society and international partners are putting pressure, all of them from their side. We are fighting against Russian imperialism, but also against Russian dictatorship, against Russian corruption, Russian kleptocracy, against all those things which we obviously do not want to appear at our home as well. That is why I see no possibility of continuation of corruption in Ukraine, because we are already paying such a huge price that it's simply impossible. Ukrainian society won't accept this. Ja, Jan Baljouw in Kiev. Toegewijde anticorruptiestrijd wordt gevoerd, maar het belooft wel een werk van lange adem te worden als ik dit hoor. Ja, dat is natuurlijk al een heel lang en groot probleem in Oekraïne, corruptie. Het is wel zo dat volgens de cijfers de corruptie de laatste tijd wel was gedaald, zeker sinds het begin van de oorlog. Dat blijkt ook uit de rangschikking van Transparency International. Daaruit blijkt dat Oekraïne toch minder corrupt is geworden. En natuurlijk ook de aanvaarding van corruptie door de bevolking, ja, die is zo goed als nihil. Tot nu toe was corruptie een soort witte boordcriminaliteit. Maar natuurlijk door de oorlog geldt dat bijvoorbeeld gegeven wordt aan het ministerie van Defensie dat niet gebruikt wordt om de positie van de soldaten aan de frontlijn te versterken. Ja, dat zorgt voor extra doden. Dus ja, corruptie doodt nu. Corruption kills. En dat is toch wel een grote verandering sinds het begin van de oorlog. En daar van heeft, denk ik, het feit dat de bevolking absoluut nee zegt tegen de corruptie. Daarvan profiteert nu president Zelensky om die corruptie veel harder aan te pakken nog dan vroeger. Het is een strijd op vele fronten. We zeiden het al, hè. Diplomatisch of diplomatiek met de EU wordt overlegd en gesproken, strijd tegen corruptie. Maar natuurlijk is er ook de strijd op het terrein, aan het front. Daar woedt een bijzonder bloedige strijd rond Bakhmut. En Zelensky heeft nog eens duidelijk gemaakt, wij laten Bakhmut niet los. Waarom is dat zo belangrijk voor hem? Ja, het is een symbool. Hij noemde Bakhmut onze versterkte burcht. Hij zei, we gaan ons niet terugtrekken uit Bakhmut. We gaan Bakhmut verdedigen zolang het mogelijk is. Maar ja, goed, we horen wel, bijvoorbeeld via mijn lokale producer hier, die veel contact heeft aan het front, ja, dat de Russische aanvallen aanzienlijk zijn opgevoerd. Niet alleen rond Bakhmut overigens, ook op andere plaatsen rond aan het front is er sprake van een hogere Russische activiteit. En je hoort hier in Kiev duidelijk spreken over het feit dat het verwachte Russische offensief eigenlijk al begonnen is. Hè. De Russen hebben blijkbaar alles versneld, omdat ze ook wel weten dat eens die beloofde westerse tanks aan de frontlijn zullen zijn, dat het dan veel moeilijker zal worden om zo'n offensief succesvol door te voeren. Het zal al moeilijk zijn voor de Russische militairen, want hun zwakheden die blijven voor een groot deel bestaan, maar die worden nu een beetje gemaskeerd omdat ze een enorme overwicht in mankracht hebben. Dat is eigenlijk wat ze nu gebruiken om Oekraïne terug te dringen. Ze weten dat mankracht dat de grote sterkte is van Rusland. Dat er zijn meer Russen dan Oekraïners. En het klinkt misschien cynisch, maar dat is nu het wapen dat Rusland vooral inzet aan het front. Mm-hmm. Het is vandaag tussen EU en Oekraïne ook over sancties gegaan tegen Rusland. Er zijn al verschillende pakketten geweest, maar met wat je zegt, moeten we dan concluderen dat die sancties eigenlijk geen effect hebben op Rusland?
Ja, wel, economisch doet Rusland het relatief gezien nog altijd vrij goed. De economie vorig jaar is maar met 2,5% achteruit gegaan, terwijl 10% was voorspeld. Rusland heeft nauwelijks schulden, kan dus in principe nog heel wat geld lenen. Rusland heeft ook reserves. Het welvaartsfonds is nog altijd, er zit nog altijd veel geld in. Dus dat welvaartsfonds wordt gebruikt om nu de oorlog te financieren. Dat welvaartsfonds is eigenlijk bedoeld voor de toekomstige generaties als de olie- en gasbronnen zijn opgedroogd. Dus Rusland gaat dat op termijn allemaal wel betalen en gaat de gevolgen daarvan zien. Maar op korte termijn kan Rusland dit allemaal nog wel volhouden. En je merkt ook dat de sancties van de Europese Unie, van het Westen laten we zeggen, dat die ook omzeild worden. Er zijn in recente kruisraketten zijn westerse chips aangetroffen die nog geproduceerd zijn na het begin van de oorlog. En bijvoorbeeld Zelensky sprak daar op de persconferentie toch over de rol van derde landen die ervoor zorgen dat Rusland die sancties kan omzeilen. Wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar Turkije, dat westerse bedrijven uitvoeren naar Turkije en dan via Turkije wordt het dan doorgevoerd naar Rusland. Dus in het nieuwe sanctiepakket van de Europese Unie, het tiende sanctiepakket, zal het vooral gaan daarover om te proberen te beletten dat Rusland die sancties nog verder kan omzeilen. Dat zou gaan over een serieus sanctiepakket, want Ursula von der Leyen had het over 10 miljard in totaal. Jan Baljouw vanuit Kiev, dank je wel. Het klinkt als iets uit een verjaarde spionage-thriller. Spioneren vanuit een luchtballon. Toch leek er iets aan de hand toen het Pentagon rapporteerde een Chinese luchtballon te zien boven Amerikaans militair gevoelig gebied. Eerst wie, wat en hoe, daarna waarom en wat nu. Thomas Teetaert. Well, hello everybody. I am sitting in my driveway and this thing is up in the sky. And I have no idea what it is. Pentagon officials are telling CBS News tonight they are monitoring a suspected Chinese spy balloon that's been hovering over the northern U.S., according to three officials familiar with this. It was spotted over one of our nation's three nuclear missile fields. And air traffic near the site in Billings, Montana, was halted earlier today. So this evening, what next? And is there any possible threat here? Wel, het is natuurlijk een totale verrassing om terug een luchtballon, een spionageballon te zien. En dan ook nog boven het grondgebied van de Verenigde Staten. Dit is toch wel een primeur. Zelfs voor experts als Chris Quante is de vermoedelijke spionageballon uitzonderlijk. Er is maar weinig beeld van en toch houdt het de wereld in de pan. Het voordeel van de spionageballon is 1. Het is goedkoop. Ja? Het kan heel snel ingezet worden. Kost niet veel, in tegenstelling tot het lanceren van bijvoorbeeld een satelliet. Dat is een zeer kostelijke aangelegenheid. Tweede belangrijk voordeel, gelinkt aan het feit dat die ballon zeer traag gaat, want die hangt ook af van de luchtstroming natuurlijk. Daardoor blijft hij langer boven een welbepaalde plaats hangen en kan er gedetailleerder geanalyseerd worden. De ballon vloog enkele dagen geleden via Canada het luchtruim van de Verenigde Staten binnen in de staat Montana. Hij wordt voorlopig niet neergehaald omdat brokstukken veel schade zouden veroorzaken. The balloon is currently traveling at an altitude well above commercial air traffic and does not present a military or physical threat to people on the ground. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat de ballon uit China komt. Volgens de Chinezen is er geen vuiltje aan de lucht. Het is op zijn minst opmerkelijk dat in tijden van hoogtechnologische satellietspionage nu luchtballonnen ingezet zouden worden. Het is alleszins een trucje uit de oude doos. Het gebruiken van spionageballons is eigenlijk al zeer oud. En we kunnen teruggaan tot de 19e eeuw. Amerikaanse burgeroorlog bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van, waarbij dus de twee partijen elkaar bespioneerden, ook met luchtballons. Een luchtballons met daaronder een mand. En dan stond daar iemand in die dan de andere troepen, de posities, de opstelling van de tegenstrever moest bekijken, analyseren en die informatie doorgeven. Ook in Wereldoorlog 1 werden posities van de vijand doorgegeven via luchtballonnen.
Ces enormes saucisses montées dans le ciel servaient de poste d'observation. In de Tweede Wereldoorlog worden luchtballonnen ook ingezet als wapens. En ook tijdens de Koude Oorlog bewijzen ze hun nut als spionage-instrument. Wat we wel zien is dat in die koude of tijdens die periode van de Koude Oorlog, vanaf de jaren 70, het gebruik van die luchtballons geweldig afneemt. En de reden daarvoor is natuurlijk de opkomst van de technologie van de satellieten. Nu zijn ze dus terug van weg geweest. Maar terwijl spionage in essentie discreet moet zijn, is dat hier duidelijk niet het geval. Wel, ik denk de inlichtingenwaarde van die spionageballon is relatief beperkt. Ja? Maar eigenlijk is dat ook niet de essentie van het gebruik van die ballon in deze omstandigheid. Het belang daarvan zit hem in de politieke boodschap die erachter zit. En bij ons David Kriekemans, professor internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Wat is er volgens u aan de hand? Is dit propaganda of toch spionage? Ja, het is duidelijk spionage. De woordvoerder van het Pentagon heeft daar straks ook gezegd van ja, kijk, het is heel duidelijk, dit is een spionageactiviteit. Het is dan misschien niet alleen, ja, men probeert natuurlijk daar boven Montana, boven een aantal sites waar er lange afstands intercontinentale raketten zijn, nucleaire raketten, misschien te kijken wat is daar allemaal gaande. Maar misschien ook, hoe reageren de Amerikanen? Wie belt wie? Wat zijn de procedures? Dat is eigenlijk ook iets, want je hangt daar heel openlijk boven die specifieke locatie. En wie belt wie dan? Bedoelt u, wie bellen de Amerikanen in China of wie bellen ze op? Nee. Met andere woorden, hoe reageren de militairen? Hoe lang duurt het vooraleer dat ze jets scramblen? Hoe reageert de militaire top? Hoe reageert de politieke top? Wat zijn de procedures? Allerlei dit soort van zaken. Er is ook een zekere speculatie in de vorm van in de persoon van de voormalige minister van Defensie, Mark Esper. Want ze hebben tegen Esper gezegd, ja, maar de militairen zeggen dat er zo nog een aantal ballonnen onder uw bewind gepasseerd zijn. Ja, maar ik weet daar niets van, zegt die man. Maar hij zegt ook van, het zou kunnen dat de Chinezen nieuwe technologie hebben ontwikkeld. Dus het zou eigenlijk wel relevant zijn om die ballon naar beneden te halen, om eens een inspectie uit te voeren, wat voor technologie dat eventueel zou kunnen zijn. En het Pentagon houdt nog altijd die optie blijkbaar open. Oké. Okay. Dus, want op dit moment is hij nog altijd rondzwevende, zal ik maar zeggen. Maar is het niet vreemd dat dat dan net nu gebeurt, op een moment dat het eigenlijk de bedoeling was dat Antony Blinken, minister voor Buitenlandse Zaken, naar China zou gaan voor het eerst sinds 2018, Amerikaans bezoek aan China. En dan zo'n manoeuvre, hoe... Ja, dat is juist. En je zou dat kunnen interpreteren als zijnde een poging van Xi Jinping zelf om het bezoek niet te laten doorgaan. Het is intussen gecanceld, trouwens. Gecanceld. De Amerikanen hebben gezegd, we stellen het uit. Ja. Wat er interessant is dat de Republikeinen vooral Joe Biden onder druk hebben gezet en hebben gezegd van kijk, toen mevrouw Pelosi vorig jaar naar Taiwan ging, zijn er echt militaire manoeuvres geweest rond Taiwan. En u, Amerikaanse president, heeft daar maar heel zwak op gereageerd. Wij moeten veel forser zijn. En ze hebben een open brief gestuurd naar Blinken, maar ook naar de Janet Yellen, de economieminister, om te zeggen, u moet de heer Xi fors aanpakken met betrekking tot de mensenrechten schendingen van de Oeigoeren onder andere, maar ook de nogal agressieve militaire strategie van China in de Zuid-Chinese Zee. Mm-hmm. Allerlei militaire oefeningen, zelfs met een luchtmacht heel dicht bij de Amerikaanse luchtmacht allerlei operaties uitvoeren. En het is tijd dat wij, de Verenigde Staten, een boodschap sturen. Wat de context is natuurlijk, is een context van toenemende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, waarbij natuurlijk er een race gaande is. China zou wel eens groter kunnen worden dan de Verenigde Staten, maar tegelijkertijd... In termen van handel en economie dan? In termen van handel en economie, maar dat is zich aan het vertalen technologisch. Vandaar ook die Chip Act van Joe Biden om eigenlijk te proberen die technologische evolutie van China te vertragen. Hè. Maar wat er natuurlijk nu langs Chinese zijde gaande is dat men goed beseft
dat men misschien maar een decennium mogelijk... dat er een window of opportunity is van misschien maar 10, 15 jaar om die economische, politieke en militaire groei door te maken. Want de Chinese demografie in de komende decennia zal zeer snel dalen, mm-hmm, als gevolg van het één-kind-beleid. En dus worden de jaren 20 enorm cruciaal in die machtsstrijd tussen de Verenigde, mm-hmm, Staten en Ik China. Ik wil er even een kaart bij halen waarop, ja, we China gaan zien, Taiwan en de Filipijnen, want... Mm-hmm. Vandaag raakte ook bekend, of rond deze periode, dat de Amerikanen basissen, geen vaste basissen, maar ankerpunten op de Filipijnen mogen gebruiken om troepen even te laten verblijven. Een manier om ook hun greep op die regio te verstevigen. Maar in welke mate kan dit echt een spanning zijn die oploopt en die tot oorlog leidt? Of is dit pokerspel? Momenteel is dit pokerspel. En inderdaad, wat de Verenigde Staten heeft afgesproken met de Filipijnen, is om samen te gaan werken op militair vlak. Ook de, dat heet dan met een duur woord, de interoperabiliteit. Dus met andere woorden, de legers beter te laten afstemmen op elkaar, samen te werken, gezamenlijke oefeningen te doen. Het is niet alleen met de Filipijnen natuurlijk, het is ook met andere landen, mm-hmm, in de regio dat de VS dat doet. En de VS is eigenlijk volop bezig met een klassieke indammingsstrategie tegen een opkomend China. Een opkomend China dat hetzelfde aan het doen is. Eerst via de zachte weg buitenlandse investeringen in de regio, maar nu zich natuurlijk ook meer militair aan het manifesteren. En daar denk ik dat in eerste instantie die Zuid-Chinese zee het theater is van toenemende spanningen de komende maanden en jaren. Taiwan is daar dan nog de hoofdvogel in. Maar u zal allerlei tactieken zien van de VS om de militaire opkomst van China te frustreren. Maar ook, denk ik dat we heel wat dingen gaan zien met betrekking tot nog economische... Het terughalen van de Amerikaanse economie weg van China, terug naar huis, zal ik maar zeggen. En daar zullen we als Europeanen ook mee geconfronteerd worden. Want de VS zal proberen ons ook in die richting te dwingen. We gaan zien hoe het evolueert. We blijven het volgen. Hartelijk dank voor de duiding. Belgische CO2 wordt vanaf volgende maand 1800 meter diep opgeslagen in een oud olieveld in de Noordzee. Het is de eerste keer dat in Europa CO2 van de industrie wordt opgeslagen onder de grond. Carbon capture and storage heet die techniek. En er wordt veel van verwacht in de strijd tegen klimaatopwarming. Maar is dat terecht en is dat veilig? Stijn Verkruijsen. Op uitnodiging van INEOS, een bedrijf dat in de Noordzee naar olie en gas boort om daar chemische producten van te maken, vliegen we over hun boorplatformen. Ze zullen hier geen olie of gas meer oppompen, want deze velden geraken één na één leeg. En toch zal dit platform niet worden afgebroken. This is where we produce today and inject water. In the future, this will be where we will inject the CO2 down to the reservoir. Through the inner tubing of the well. How do you feel being part of that? I think it's great. I think it's great to be part of a transition, to be part of a solution for offshore employee access to prolonging the lifetime of the installations out here. Er zal dus CO2 worden geïnjecteerd in een leeg olieveld 1800 meter onder de zeebodem in een zandsteenlaag. Volgende maand doen ze dat voor het eerst als test. En 0806, ja, lieve vinden van. We testing new technology to be able to basically look on the in the subsea that the CO2 is maintained down there. We have a very well condensed reservoir which has been maintaining oil for 20 million years. So we believe it can be safely stored for many years to come also. But that's part of what we are testing in the pilot. Als de testen slagen, willen ze hier vanaf 2025 tegen betaling 1,5 miljoen ton CO2 per jaar opslaan. Tegen 2030 4 tot 8 miljoen ton per jaar. Ter vergelijking, de industriële uitstoot in Vlaanderen is 22 miljoen ton. En er is voldoende ruimte, zegt onderzoeker Thomas Wijns. Hij bestudeert hoe onze industrie klimaatneutraal kan worden. CO2-opslag of CCS zal een deel van de oplossing zijn.
Tot een paar jaar geleden dachten we dat CCS een van de belangrijkste mitigatieopties, laat ons zeggen, ruwweg gesproken 50% van de industriële emissies zou reduceren. We moeten daar eigenlijk van terugkomen. We zien een snelle evolutie van andere technologieën, elektrificatie, maar ook waterstofgebruik bij staalproductie, toch ook meer inzet op circulariteit. We denken dat dat wel kan teruggebracht worden tot een derde of 20% van de totale industriële emissies. Het is moeilijk om op korte termijn een wereld zonder CCS voor te stellen. En dat weten ze ook bij INEOS. De CO2 die volgende maand onder de Noordzee verdwijnt, komt van de fabriek in Zwijndrecht. Hier maken ze chemische producten van fossiel gas. Ethyleenoxide wordt hier geproduceerd in de reactoren. Het mengsel van ethyleenoxide en CO2 komt vervolgens naar de achterliggende eenheden. En in de kolommen hier vlak bij ons wordt CO2 verwijderd uit het mengsel dat uit de reactoren komt. En waar komt die CO2 dan terecht? Die CO2 wordt dan vervolgens opgezuiverd en vloeibaar gemaakt. En die wordt dan opgeslaan om verkocht te worden in de markt naar allerhande toepassingen. In deze chemiefabriek is het afvangen van CO2 relatief gemakkelijk. Bij andere INEOS-vestigingen is dat veel moeilijker. Waar er wel nog een uitdaging voor ons ligt, is voor het afvangen van de CO2 in verdunde vorm, omdat het vrij veel energie vergt om die CO2 te isoleren. Er zijn onderzoeken lopende, onder andere in membraantechnologie, maar die bevinden zich nog in een prematuur stadium. Desalniettemin geloven we erin dat ook voor die stromen het mogelijk moet zijn op termijn. Ook het transport van CO2 zal grootschaliger moeten, op grote gasschepen. Voor deze proefperiode gebeurt dat nog in kleine containers die per schip naar het boorplatform worden gebracht. Dit proefproject krijgt trouwens subsidies van de Deense regering en daar is wel kritiek op. Het is een slecht idee, want op die manier gaan er opnieuw subsidies gaan naar het gebruik van fossiel gas. Het is veel efficiënter om in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te investeren, om sneller CO2 te reduceren. En dus heel die filière van CCS gaat dat vertragen. We zitten met een enorm lobbywerk van de gassector en de fossiele sector om hun toekomst veilig te stellen. Want ze staan enorm onder druk, voornamelijk omdat de gasvraag de komende 7 jaar heel sterk gaat dalen. En ze zoeken nieuwe markten. Ze hebben niet bepaald een groen imago, de bedrijven die hier pionieren. INEOS gebruikt fossiele brandstoffen en ligt vaak onder vuur over de nieuwe ethaankraker. Wintershall Dea produceert olie en gas. Zoeken ze een uitweg voor de CO2 die ze willen blijven uitstoten? It's not a way to keep fossil fuels because this field we are standing in right now, or the platforms and this, the intention is to completely shut that down. So this is to repurpose the infrastructure, to use it, to maintain the employment of the people out here, all the skills we have, and then convert it fully into a pure climate reduction CO2 storage facility. I would say it's like a new business next to the gas and oil business. We have the gas and oil production we produce as clean as possible, but we also realize that we need other businesses, and that's why we're building up a new business as one of our in our company. But at the end, fossil fuels will have to stay in the ground. In the end, we will need more and more renewable energies. De fossiele afhankelijkheid verdwijnt niet met CCS. In sommige gevallen heb je geen keuze of heb je geen alternatief en zal het via die weg moeten gaan. Het kan een tijdelijke technologie zijn. Als we echt alternatieven vinden om bepaalde processen niet meer fossiel afhankelijk te maken of CO2 uit de atmosfeer hergebruiken en zo circulair werken, zou er geen nood meer kunnen zijn aan CCS. Maar dat zien we voorlopig nog niet gebeuren. Het afvangen en opslaan van CO2 zal zonder twijfel deel uitmaken van de strijd tegen klimaatverandering. Onder welke voorwaarden en tegen welke prijs zal de komende jaren moeten blijken. Dit was Ter Zake, maar deze week leverde ook veel politieke gesprekstof op voor Ivan de Vadder en zijn gasten in de afspraak op vrijdag bijvoorbeeld. Hele mooie avond nog en fijn weekend en tot maandag.